denk dat de autobranche wel een bepaald imago heeft. Ja. Dat denk ik wel. Kijk, je hoort ook wel eens over andere branches. Dat je heel goed moet uitkijken voor het geval dat je ergens bemieten bent, wordt of wat dan ook. Zeg maar de autobranche heeft helaas wel een bepaald imago. Wat is het imago van de toekomst? Kijk, dat is een goede vraag. Nou, laat ik het zo zeggen. Wat het imago wordt, weet ik niet zozeer. Maar ik denk dat het wel veel belangrijker wordt dat je persoonlijk en eerlijk contact, dat je daar steeds meer op moet gaan scoren. Zeg maar. Dat veel belangrijker wordt, laat ik het zo zeggen. Oké, maar behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is de regel. En dat is jullie regel binnen het bedrijf? Ja, dat geldt ook overigens voor personeel, maar dat geldt zeker ook voor klanten, zeg maar. Waar zie je dat in terug? Nou, heel simpel voorbeeld. Ik doe met name meer de verkoop binnen het bedrijf, zeg maar. En wij leveren in principe al onze auto's af met een jaar garantie. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen is dat als de garantie bijna voorbij is, dat we de klant bellen. Joh, is misschien even slim om langs te komen. Dan kijken we de auto even nog zo helemaal goed na, voordat hij de garantie uitgaat. Oké, dus meer plezier, daar waren we. Meer vertrouwen. Eerlijkheid. Behandel iemand zoals je zelf ook behandeld wil worden. Ja. Bij deze.